eetjes in de middag. Kom binnen. Wij hebben gekozen om in Brandenvoort te gaan wonen, omdat we het gewoon een hele mooie architectuur vonden. Het centrale liggen van een wijk met de voorzieningen allemaal erbij. En ja, dat is eigenlijk wel de keuze geweest waarom wij voor Brandenvoort gekozen hebben. Hallo, kom binnen. Onze motivatie is geweest naar Brandenvoort toe, omdat de wijk ons heel erg aansprak. Ja, het stadje in de grote stad, of het dorp in de grote stad, met de oude grachtenpandjes en de stijl van het huis in de jaren 30. Maar dan toch met alle gebakken van nieuwbouw. Goedemorgen. Ik heb besloten om in Lumedy te gaan wonen, omdat ik de wijk al kende, hier gewoond heb in mijn jeugd, tot mijn 25ste. Het prettige aan het wonen in Lumedy is dat we midden in de stad wonen, dicht bij het centrum, dicht bij alles wat je nodig hebt om in een moderne stad te functioneren, maar toch de rust en de privacy hebt die het fijn maken. Goedendag. Welkom. Mag ik bij binnenkomen? Absoluut. Loopt u mij even mee? Het heeft ons doen besluiten de ligging, wat we uitermate belangrijk vinden gewoon voor ons werk. Dus centraal in Zuid-Holland, maar eigenlijk ook wel redelijk centraal in de Randstad. De opzet van de wijk in combinatie met het wenswonen en de vrije keuze voor indeling van deze woning heeft ons hier naartoe gebracht. Ja. Tijdens de totstandkoming van de woning zijn we als bewoners heel erg betrokken geweest in hoe de indelingen van de woningen zijn geworden, wat de kleuren zouden worden. We mochten allemaal kiezen wat voor een kleurgever je wilde hebben. En met dit resultaat. Met name binnen, we konden daar eigenlijk alles kiezen. Van de muur verplaatsen of een deur verplaatsen tot je eigen badkamer en keuken. Voor de buitenkant van de woning was geen keuze mogelijk. Daar lag alles vast in het bestekboek van de architect. We hebben niet zoveel keuzes kunnen maken, omdat wij vrij laat ingelood zijn voor de woning. Dus we hebben alleen nog maar kleine aanpassingen kunnen doen op de woning. Maar ook daar waren we heel erg blij mee. Nou, de droomwoning, ik denk dat het sowieso wel landelijk zal zijn. Dat zal dan meer richting een soort boerderijachtige woning zijn. We hebben hier een heerlijk nieuw huis met alle faciliteiten rondom ons heen. Met hele gezellige buren en een hele gezellige wijk, een nieuwe wijk. Dus wat ons betreft hoeven wij hier eigenlijk niet meer weg. Als ik dan toch nog kan kiezen, dan denk ik ergens een huisje in Zuid-Frankrijk, heerlijk. Een flesje wijn op het terrasje, nou, dat zou ook nog kunnen. Op het moment dat ik al het geld van heel de wereld zou hebben, dan zou ik nog steeds kiezen voor een woning hier in Lumedy. Laten we zeggen dat dit project op dit moment mijn droomwoning is. Maar over 5 jaar, als ik wat ouder ben, heb ik andere wensen, andere behoeftes. En daardoor zoek ik misschien weer een andere droomwoning.